Als jij jouw werk in een paar woorden moet kenmerken, waar kom je dan op uit? Intens, puur en tegelijkertijd rauw poëtisch. Ik denk dat dat woorden zijn die een beetje samenvatten wat waarvoor mijn werk staat. Voor je nieuwe voorstelling heb je een heel specifiek begrip gemunt. Dat is de akoestische ballroom. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het is een term die kwam na het lezen van een boek van een Finse architect. Mm-hmm. Eyes of the Skin, Architecture in the Senses. Waarin hij schrijft dat de ruimtebeleving niet alleen een gevolg is van de visuele vorm. Maar dat de echo van een ruimte onbewust een heel groot invloed heeft op de ruimtebeleving. Mm-hmm. En toen ik daar verder over na ging denken en me in begon te beelden wat ik voor me zie bij de nieuwe voorstelling, kwam de term akoestische ballroom naar boven. Een hele eigentijdse ruimte waar het publiek en de performers tegelijkertijd samen bezit van nemen. Dus ik denk dat mijn werk, maar dat een ervaring is. Waar je wel een zekere concentratie voor moet opbrengen. Je moet willen. Maar als dat gebeurt, dan denk ik dat de ervaring een veel mooier en beter woord is dan het maken van een voorstelling. En dat is ook wat ik met deze nieuwe voorstelling wil bewerkstelligen. Ja. Je hebt net in december het laatste deel van een trilogie in première laten gaan. En ik vroeg me af wat het maken van die drie delen jou opgeleverd heeft. Ik wilde de zintuigelijke beleving van beweging centraal stellen. Daar heb ik in iedere deel van de trilogie een heel eigen perspectief in aangebracht. En wat ik merkte is dat ik in die trilogie in de relatie tussen beweging en geluid nog een stap kon zetten. En dat was om het integreren van de ruimtebeleving. Vanuit daar kwam de behoefte om een keer een grotere voorstelling te maken dan tot nu toe. En ook een grote ruimte te gebruiken en ook meer dansers te gebruiken. Begint het repetitieproces al snel of moet je nog even geduld hebben? In maart beginnen we met een vooronderzoek in Grenoble, in residentie. En ik kan eigenlijk niet wachten tot we gaan beginnen.